Ja, robots, ze worden steeds slimmer en ze nemen daardoor ook steeds meer werk van ons over. En dat klinkt heel bedreigend, maar ze leveren aan de andere kant ook weer heel veel werk op. Jesse Scholtes van de TU in Eindhoven. Jij houdt je bezig met robotisering. Hoe ver zijn we daarmee? Het gaat in de media best wel rap. Ik denk rapper dan dat het in de werkelijkheid gaat. Wat wij vooral zien op de tv is dat je de robots die in Amerika voor defensiedoeleinden gemaakt worden, die zijn super geavanceerd. Mm-hmm. Die kosten ook enorm veel geld. En daardoor lijkt het misschien ook wel dat die ontwikkelingen zeer snel gaan. Maar als je nou ziet, wij van de Technische Universiteit Eindhoven zijn tweede geworden op het gebied van thuiszorgrobots op de wereldkampioenschappen afgelopen jaar. Maar als je ziet dat die robot, als je in een andere kamer dan een zorgverlenerskamer gaat rondrijden, bijvoorbeeld in een grote hal of wat dan ook, dan kan hij zich niet redden. Oké, maar wat kunnen ze al wel? In eerste instantie werd die robotisering ingezet om makkelijke handelingen te doen in het productieproces. Ja. Maar we hebben het nu over een zorgrobot die straks de pillen en het drankje kan brengen. Ja. Dus hoe ver mogen we al denken met wat mogelijk is voor wat een robot zou kunnen doen? Als het gaat om die automatiseringsrobots, die bestaan nog steeds. En die worden ook heel veel ingezet. Alleen vind ik dat daar de ontwikkelingen nog relatief langzaam gaan. Mm-hmm. Je ziet dat ze vooral gebruikt worden om grote productieaantallen te produceren van onderdelen. Maar als je gaat kijken naar zorgrobots, daar zijn eigenlijk best wel weinig aanbieders van. Wat we hier op de foto zien is eigenlijk het resultaat van een onderzoeksproject op de Technische Universiteit Eindhoven. Mm-hmm. En ja, typisch kijken dan eigenlijk 10, 20 jaar in de toekomst. Hè. Wat denken we dat we in de toekomst nodig gaan hebben, wat belangrijk gaat zijn? En we kijken dan typisch naar de vergrijzing. Hè. Hoe gaan we de ouderen van morgen, hoe gaan we ervoor zorgen dat die langer zelfstandig kunnen leven? Dan zou je denken van ja, gaan we daar een robot voor gebruiken? Maar ja, als een robot ervoor kan zorgen dat jij langer thuis kan blijven wonen in plaats dat jij naar een verzorgingshuis moet. Nou ja, is het nog een vraag of is het al een feit dat dit gaat komen? Ik denk uiteindelijk wel. Maar De zorgrobot. Kijk, je ziet nu al kleine robots, hè, een stofzuigerrobot. Ja. Ja, die is relatief simpel, hè, die rijdt een beetje door je kamer heen. Maar je hebt het hier over robots die echt handelingen moeten uitvoeren. Die in elke huiskamer functioneel moeten kunnen zijn. Mm-hmm. En dat is gigantisch moeilijk. Want het gaat ook hartstikke snel al. Ja, ja, zo lezen wij het wel. Ja, kijk, als ik kijk naar films van 10 jaar geleden of 15 jaar geleden, of het nou Back to the Future is, of het zijn Buck Rogers of allerlei series waar ik mee ben groot geworden. Ja, Buck Rogers van Tweaky, die robot. Oh, ja, die. Ja. Als je daarnaar kijkt, dan zie je gewoon in 1 minuut tijd zie je 5 dingen die toen heel futuristisch waren, maar die inmiddels gewoon gebeuren. Daar schrikken wij niet meer van. Nee. Als je gaat kijken naar de iPad, hoe snel dat zich allemaal heeft ontwikkeld. Dus ik snap ook wel dat er een angst is van mensen. Hè. Robots komen veel in het nieuws. Je ziet eigenlijk drones in Irak en Afghanistan rondvliegen, die helemaal automatisch vliegen, op afstand ook en deels autonoom. En je ziet natuurlijk de ongelooflijke vlucht die we maken met onze telefoon en tablets. Ja. Alleen. Maar het werk van de mens overnemen? Ja, want dat is gigantisch moeilijk. Dat is echt gigantisch moeilijk. Want je gaat je dan pas beseffen hoe slim mensen zijn, wat wij allemaal kunnen, wat wij allemaal al. Hè, als een robot een beker of een kopje moet oppakken. Nou, dat kan elk kopje, heb je 100.000 verschillende soorten en maten in. Mm-hmm. Dat moet allemaal geprogrammeerd worden. Hoe gaat hij dat herkennen? Dat is toch een plafond? Wat zeg je? De mens kan interpreteren en is creatief en heeft empathisch vermogen. Ja. Maar dat zal toch nooit te kopiëren zijn, of wel? Kijk, het punt waar software en robots, hè, slimme systemen goed in zijn, is heel veel grote hopen met data te analyseren in een hele korte tijd. Ja, want je kent al die serverparken van Google bijvoorbeeld. Wacht even, want dan haal ik er eens even een voorbeeld bij. Er wordt ook heel veel gesproken over die slimme fabriek. Dan heb je de metaalbewerker de Kromvoortse. Ja, ja. Die staan daar echt al enorm mee voorop, want het gaat daar niet meer. Een slimme fabriek moet dan zijn dat er maximaal geautomatiseerd is. Alleen vroeger was het massaproductie. Nu wordt het veel specifieker en wordt het gewoon maatwerk. Ja. Dus zover zijn we ook. We zien hier de beelden op de achtergrond. Ja. Het kan al wel. Ja, dus is het dan onlogisch dat wij hier aan tafel denken dat die stap snel gemaakt wordt? Dat is niet onlogisch om dat te denken, nee. Maar het gaat in hele kleine stappen, zeg maar. De Kromvoortse, wat zij heel erg goed ingezien hebben, is dat bedrijven van hun magazijnen af willen. Ze willen zo min mogelijk opslag hebben.
Dus ze willen eigenlijk, als ze gisteren of vandaag een order krijgen, willen ze morgen onderdelen binnen hebben die ze nodig hebben om product te maken. Yeah. Als je nou naar de Comfortse gaat, nou die hebben mooi, die heb je een CAD-file van een technische tekening, een digitale technische tekening van je ontwerp. Ja, die stuur je op, krijg je meteen een calculatie terug. 24 uur later kun je het komen ophalen. Heerlijk. Het is volledig geautomatiseerd. Yeah. Alleen de moeilijke taken, dat gebeurt nog niet. Maar de rest van de wereld gaat ook door. Ja. Die zijn ook zwaar aan het ontwikkelen. Waarom is het zo belangrijk dat we als Brabant hier gewoon wel goed op gaan inzetten? Nou, ik denk dat als je dat niet doet, dan verlies je je concurrentiepositie. En uiteindelijk, daar komen we zo meteen ook wel op terug. Het gaat misschien direct wat banen kosten. Mm-hmm. Maar op de lange termijn, als we hier niet mee doorgaan, dan gaan we gewoon arbeid verliezen, of tenminste productie verliezen uit ons land. Dan gaat de productie naar andere landen toe. Ja. Dus het geld waar het gedeeld verdiend wordt, is niet in Nederland dan. Nee, oké, maar dat willen we natuurlijk niet. Van oudsher zijn wij ook de maakprovincie van Nederland. Die positie willen we ook terugkrijgen. Bob, heb jij hier nou al mee te maken met robotisering? Ja, in andere vormen. Want als ik kijk naar mijn vakgebied sportmarketing. Daar waar wij vroeger campagnes maakten, zoals dat heet, above the line. Met evenementen en met allerlei radio, tv-uitingen. Daar zie je nu dat bijna de helft van ons werk al plaatsvindt online, digitaal. Wij hebben tussen de 5 en 10 digitale mensen aan boord op ons bureau. Mm-hmm. Die bezig zijn met technologie. En je ziet dat door alle ontwikkelingen in technologie, dat de consumptie van sport, met andere woorden de manier waarop wij met elkaar sport allemaal beleven, die verandert per jaar. Dat gaat tegenwoordig ook inderdaad via je mobiel, via je iPads. De beleving in het stadion, hè, PSV is daar een voorloper in. De beleving in het stadion, die krijgt heel erg veel te maken met de technologische vooruitgang. Dus ja, ik heb er elke dag mee te maken. Welk termijn is haalbaar, Jesse? Wanneer wij robots thuis krijgen, bedoel je? Die ons gaan helpen in het huishouden, bijvoorbeeld. Jaartallen moeten we hebben. Ja, we willen feiten. ik denk dat dat nog wel 50 jaar gaat duren.